volgende nummer is een heel ouwetje, ik denk uit 64 of zoiets. When the Ship Comes In. En daar is eigenlijk een verhaal bij. Ja, ik denk dat de echte Dylan-kenners die kennen het verhaal wel. Ik vind het toch te sappig om het niet te vertellen vanavond. Dylan was nog helemaal niet zo bekend. Hij reisde met John Baez, wat wel een hele bekende volkszanger is. En zij had een hotel gereserveerd, ze reden dus samen. En ze kwam in die stad aan en ze zegt, stap jij nou maar uit, ga jij naar die lobby, ik zet de auto even weg. En Bob Dylan gaat naar binnen. Maar ja, in die tijd, al voor 64 misschien zo of zo, zo'n bos lang haar en een vieze kleren en zo. Hij vraagt in die lobby, does Miss Baez stay here? En die lobbyist denkt, die man achter die counter, die denkt, ja, zo eentje, die gaan we hier binnenhalen, zo'n soort fan van de baas. Dus die zegt, no. En toen komt John Baez gelukkig net binnen en die zag dus goed naar die scène, de vervelende scène. Voor Dylan natuurlijk heel embarrassing. En die zei, book a room for this man, young man here, he's my guest. En die avond zelf heeft Bob Dylan dit protestnummer kunnen zeggen, when the ship comes in. Je zal er niets van terugvinden van het verhaal van net in mijn beelden. Ik hou een beetje bij zijn tekst die een schip als metafoor heeft voor verandering in de society waar die natuurlijk erg naar verlangen. Goed, when the ship comes in. Still in their eyes.